मुद्दे ला गुना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van Rashid Pierkans Kal Ajorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 4 december 2019. Gisteren, vandaag en morgen wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube zoals is laat in RBN Suriname. Online is deze uitzending te beluisteren via TuneIn en landelijk in Suriname is deze uitzending te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkan Skal Ajorkal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Dit is Rashid Pierkans Kal Ajorkal. Vandaag hebben we als gast in deze aflevering de heer Steven Rijmen. De heer Steven Rijmen heeft onlangs met een aantal mensen een politieke organisatie opgericht onder de naam Alternatief 2020. Meneer Steven, met nadruk op Steven, waarom een nieuwe politieke partij? Wel, het is heel simpel. Goedenavond, kijkers. En ook Farid, goedenavond. Is simpel dat je een nieuwe politieke partij opent, omdat als je kijkt naar wat we de afgelopen 40 jaar gezien hebben, dan merk je toch dat de ideologie die de meeste Surinamers zoeken niet aanwezig is. En ook het soort leiderschap dat je zoekt niet aanwezig is. Om niemand tekort te doen. Maar je merkt wel dat in de afgelopen 40, 50 jaar men meer zich gericht heeft op partijpolitiek. En politiek waarbij loyalisten en financierders en partijgenoten eigenlijk meer geaccommodeerd worden. En het was een beetje gemist van een echte nationale visie waarbij welke politieke partij ook aan de macht komt, ook een continuering heeft van wat er al voor was. Dus dat mis je. In onze belevingswereld, heden ten dagen, zoek je toch leiders die niet alleen in een oppositie of een coalitie zitten als politicus, om alles te doen om een regering naar huis te sturen. Dus wat wij zoeken, wat de meeste mensen zoeken, zien we niet. Dus wij hebben gezegd, laten wij het volk van Suriname een alternatief geven, waardoor wij een ander soort ideologie gaan verspreiden. Een nieuwe boodschap, een boodschap van hoop. Onze slogan is het kan anders, dus dat je op andere manier wel politiek kan voeren. Ja. Meneer Steven Rijmen, als ik het goed begrepen heb, heeft het een poos geduurd voor u tot het besluit bent gekomen om een partij op te richten. Ik heb begrepen dat u ook vertelde dat u ingeving hebt gehad dat u iets moet gaan doen. Hoe is dat gebeurd? Absoluut. Als voorganger in mijn dagelijkse beroep is het zo dat je eigenlijk dagelijks geconfronteerd wordt met de sociale armoede en de sociale problemen die aanwezig zijn in Suriname. Sommige mensen beweren wel dat het heel goed gaat, maar de realiteit is daar. Wij als geestelijke leiders, en ik denk niet alleen meneer Rijmen, maar iedereen die een geestelijke leider is, wordt steeds geconfronteerd met de nood, niet alleen sociaal-maatschappelijk, maar ook de armoede die er heerst in het land. En ik keek altijd ernaar en ik heb vanuit mijn discipline als geestelijke leider geprobeerd steeds om toch erop te wijzen dat wij meer in een samenleving moeten hebben waarbij recht en rechtvaardigheidsbeginsel aanwezig is. Je merkt dat eigenlijk mensen niet luisteren. Ze luisteren pas misschien als je iets gaat doen. En toen kwam dat gevoel in mij. Maar ik heb gezegd, ga nooit politicus worden. En er zijn ook politieke partijen die mij benaderd hebben om te zeggen, Rijmen, jij bent eigenlijk bezig te prediken voor mensen die al op de goede weg zijn. We hebben je nodig, kom een beetje hervormen. Maar om te gaan hervormen in een andere partij is heel moeilijk. Dus ik keek ernaar en ik zei altijd, ik ga geen politicus worden. Totdat er een moment aankwam dat ik toen een ingeving kreeg, overtuigd. Dat als je aan de zijkant blijft staan en dat je niet in die arena stapt om moreel en moraal terug te brengen, het Surinaamse volk te herbewapenen, dat is aan no go. Hoe zouden wij die ingeving moeten voorstellen? Wat is er gebeurd op het bewust moment dat u zegt u hebt het gehad?
hoe moeten we dat voorstellen? Simpel. Iedereen die een relatie heeft met God Almachtig. Je praat met hem. Je kijkt om je nood. Een van de dingen die je doet. Je bidt voor verandering. Je bidt dat dingen veranderd zullen worden. Je leert mensen hoe ze de dingen zouden kunnen veranderen. In mijn discipline als voorganger heb ik vaak mijn predikingen gericht op het maatschappelijke. Om te zeggen dat luisteren als je christen bent. Je bent geestelijke. Moet je ervoor zorgen dat jij het verschil bent. Al die predikingen kan je vinden op YouTube. En ik heb steeds geprobeerd. Maar op een gegeven moment merkte ik dat, kijk, jij zegt de mensen wat ze moeten doen. Misschien is het misschien de tijd dat jij zelf het voorbeeld zal kunnen demonstreren. Want men zegt, er zijn zoveel geestelijke leiders die jou voor zijn gegaan. Maar wat we zien is niet het resultaat dat we gehoopt hadden. Maar dat betekent niet als je, om een voorbeeld te nemen, 10 leerkrachten hebt. Dat alle 10 misschien hun job niet naar behoren doen. Het betekent misschien dat 1 of 2 het anders doen. Misschien gefaald hebben, misschien zich niet gehouden hebben aan didactiek. Maar dat betekent niet dat iedereen zo is. Dus ik begon de Heer te zoeken. En op een gegeven moment was ik ervan overtuigd. Dat luister, dit moet je doen. Al is het het laatste wat je gaat doen bij wijze van praten. Maar anders ga je altijd met het gevoel zitten. Wat als ik toch mijn stem had laten horen? Wat als ik toch in die politieke arena was gegaan? Want wij praten van wat men noemt zo mooi authentiek zijn. Wanneer je authentiek bent, dat betekent dat je niet iets gaat nadoen. Het gaat vanuit jouw binnenste komen. Met andere woorden, eigenlijk wat in je zit gaat naar buiten komen. En als christen weet ik dat een van de dingen die ons geleerd is en die wij ook de mensen leren is dat wij dienstbaar moeten zijn. En dat wij onbaatzuchtig moeten zijn. En dat we liefde moeten hebben voor alle mensen. En we kunnen het blijven prediken vanuit een podium. Maar als wij zelf niet op bepaalde treden willen gaan op die sociaal-maatschappelijke ladders, zijn wij niet daar. Wat voor voorbeelden hebben we nu vandaag? We hebben niet de voorbeelden van voor onze jeugd van mensen die anders kunnen zijn. Mensen die niet corrupt kunnen zijn. Ik weet dat heel wat mensen gaan zeggen, ja, hij zegt dat zo, maar wanneer hij misschien in die positie komt, gaat het anders. Ik zeg, challenge me. Challenge me wanneer ik daar ben en kijk werkelijk als ik gewoon ben gekomen, bla bla, of ik vanuit mijn binnenste ben gekomen, overtuigd dat ik dit moet doen om Suriname naar grotere hoogte te brengen. Okay. Dames en heren luisteraars, u luistert en u kijkt nog steeds naar Rashid Pierkans Kulajorkul. Wij praten met de heer Steven Reijmen. Hij is voorzitter van de nieuwe politieke organisatie Alternatief 2020. Meneer Reijmen, er zijn ook soortgelijke politieke partijen nog steeds en ook geweest vanuit een sterk christelijke invalshoek. We hebben dat recentelijk gezien bij de politieke organisatie DOE. Die heeft tijdens de verkiezingen 1 zetel weten te bemachtigen, terwijl ze wel landelijk bijna 15.000 stemmen hebben gehad. Maar vanwege het kiessysteem zijn ze gevallen op 1. Zou het een normaal systeem zijn, dan zou DOE uitvallen op een gemiddelde van 3 tot 4, wat niet het geval is vanwege het systeem. We hebben ook in het verleden gezien dat de partij is opgehouden te bestaan die in de jaren 60 en in de jaren 70 sterk was. Dat was PSV. Correct, PSV? PSV, ja. Die is later opgegaan, overgenomen en het is DRS geworden toen onder leiding van Marika. Is het noodzakelijk geweest om nog een partij op te richten met zo'n sterk christelijke invalshoek? Waarom hebben jullie elkaar niet kunnen vinden om te zeggen, hey, kijk, we hebben een uitgangspunt en dat is het christelijk geloof. En waarom kunnen jullie de rest niet vinden? Wel, PSV bestaat er niet meer, dat weet u zelf. Ik weet niet, als DOE ooit gezegd heeft, het kan dat ik me vergis dat ze een partij zijn die op christelijke waarden en normen. Ik denk dat ze dat wel gezegd hebben. Ja, dat is bij mij gezegd. Ja. Dus vandaar dat ik die vraag zo stel. Oké, ik denk dat het wel gezegd is, maar er is toch een verschil. Het verschil zit hierin dat wanneer nu een voorganger zelf de oprichter is met andere voorgangers en vanuit een missie dat doet, is het toch een beetje anders. Waarom het anders is, omdat wij toch een ander soort ideologie hebben die DOE heeft. En ik denk wel dat DOE goed begonnen is en misschien nog goed bezig is. Ik heb me niet echt verdoept in DOE. Maar één ding weet ik zeker, dat voor ons belangrijk is dat die boodschap die wij hebben, veel mensen zeggen het is dezelfde boodschap, maar het is niet dezelfde boodschap.
Wanneer wij praten dat wij strijden tegen fundamenteel onrecht. Wat houdt dat fundamenteel onrecht? Want fundamentele onrecht houdt in dat elke regering die aan de macht heeft, zich moet onderwerpen aan de grondwet. En de grondwet geeft in een aantal artikelen aan dat elke regering ervoor moet zorgen dat die randvoorwaarden creëert, bijvoorbeeld voor arbeid, dat er werk is voor een ieder. Een ander ding dat de grondwet ontoeschreef is dat elke regering randvoorwaarden moet creëren dat er betaalbare woningen zijn. Dus wij zeggen, wij strijden tegen dat fundamenteel onrecht dat wij vinden dat politieke partijen in feite niet gedaan hebben. En dat is toch weer een andere benadering. Een ander ding dat wij ook zeggen, dus wij vinden dat wij een totaal andere ideologie hebben, is dat wij zeggen, wij gaan voor dienstbaar leiderschap. Ik denk dat je dat wel terug kan vinden vanwege de persoon Karel Breveld in Doe. En misschien ook andere leden, maar laten we praten over de leider. Dienstbaar leiderschap heeft te maken dat je onbaatzuchtig bent. En dat je je inzet zal inzetten voor land en volk. En ik weet dat elke politieke partij dat zegt. Maar als je van nature niet dienstbaar bent, ook al zeg je dat als politieke leider, is het voor mij gewoon woorden die geen waarde, waaraan ik geen waarde hecht. Wij als geestelijke leider, iedere geestelijke leider is verplicht om zijn leven in te zetten voor zijn medemens. Dus is authenticiteit, dat komt van binnenuit. Een ander ding waarbij wij, dat wij ook propageren is Suriname eerst. Dat betekent dat wij als standpunt hebben dat Suriname altijd in elke deal vooruit moet gaan. En niet alleen Suriname als land, maar ook Suriname als samenleving. En ook Suriname als milieu. Ja, ik wil even terugkomen op die invalshoeken waarom er geen vergelijk is gemaakt met Doe. U hebt al min of meer uitgelegd. Maar ook een andere politicus zit nu momenteel in de coalitie, de heer André Misikaba, die is ook een voorganger van een organisatie. Die is echter de mening toegedaan dat er geen christelijke partij hoeft te komen. We zijn geen christelijke partij, we zijn een partij gestoeid op christelijke waarden en normen. En wij hebben dat maakt je een christelijke partij, toch? Nee, omdat een christelijke partij is puur een christelijke partij. Dat betekent dat alleen maar christenen in die partij zijn. Een partij gestoeid op christelijke waarden en normen is een partij die open is voor een ieder. Maar, omdat de waarden en normen van het christendom onder andere zijn dat wij liefde hebben voor alle mensen, ongeacht etniciteit, ongeacht geloof, wie dan ook ze zijn. Correct, maar dat hebben alle religieën. U zegt dat ook, maar de waarden... Elke religie straalt liefde en vrede uit. Absoluut, maar een van de meest belangrijkste waarden is dat wij die waarde van dienstbaarheid nemen. Die Jezus Christus gepropageerd heeft en gedemonstreerd heeft. Door zijn door te komen en zijn leven in te zetten voor zijn medemens. Ja, uitgaande geloof ik dat wat jullie geloven correct is volgens jullie invalshoeken. Daar kom ik er helemaal niet aan. Ik wil er geen religieuze discussie over hebben. Maar zou dat niet betekenen dat mensen met een religieuze, andere religieuze overtuiging, met andere woorden de Hindoes en de moslims en de overige die nog pakweg allemaal bij elkaar een 50% van die samenleving uitmaken, zou die mensen niet kunnen zeggen van, hé, maar kijk, ik vind het leuk wat je doet, maar ik heb toch een andere invalshoek uitgaande van de religieuze invalshoeken. En hetzelfde vraag had ik ook aan toegesteld destijds. Oké, maar waarnaar je moet kijken, Farid, is het volgende. Wat is die ideologie? We hebben sowieso, zijn we gebaseerd op christelijke waarden en normen. En u zegt, in uw beleving als vanuit uw religie, dat wij allemaal van onze medemens houden, wij allemaal onze medemens willen dienen. Dus daar kan je zeggen dat we dan al op gelijke tred zijn. Maar als we kijken naar de ideologie wat betreft het land Suriname, misschien is van ons totaal anders. Wij praten bijvoorbeeld over dienstbare politiek. Wat is die dienstbare politiek? Die dienstbare politiek houdt in dat wij ons gaan inzetten voor die hele samenleving. Niet voor partijgenoten, niet voor selecte mensen in de partij. Die dienstbare politiek willen wij eigenlijk verspreiden. Maar u hebt eerder aan mij ook gezegd, u zult het ook waarschijnlijk gehoord hebben, dit soort uitspraken, nobele uitspraken, laten we zo'n zeer nobele uitspraak, dat hebben tientallen mensen eerder al in hun leven hier in dit land gezegd, maar
we zijn er hoogwaarschijnlijk niet echt op vooruit te gaan. Vandaar dat u met een partij bent gekomen. Absoluut. Dat is de reden. Omdat, kijk, iedereen zegt dat we gaan voor land en volk. Maar we hebben het net gezien, toch? Wanneer men moet tekenen, wanneer men eigenlijk als nationalist daar moet staan in die Suralco-akkoord. Zie je dat iedereen als gedwee schapen stemt voor. Wat wij nodig hebben is dat wij een boodschap brengen van dienstbare politiek. En die dienstbare politiek houdt in dat wij niet daar gaan zitten in die assemblee als we gekozen worden voor de partij. We gaan daar voor land en volk. Ja. Dames en heren luisteraars, u luistert en u kijkt nog steeds naar Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Wij praten vandaag met de heer Steven Rijmen. Hij is voorzitter van de politieke organisatie Alternatief 2020. Toen u uw organisatie hebt opgericht, bent u kennis gaan maken. U bent uzelf gaan voorstellen bij andere soortgelijke organisaties, zoals CCK, Evangelische Broedergemeente. Wat hebt u ze gezegd toen u bij ons bent geweest? De bedoeling is ook dat wij nog bij andere organisaties, dat zit in de... wij zeggen als A20 dat als je eigenlijk iets doet, is het belangrijk dat je een aantal dingen in acht neemt. Een van de dingen is je vecht tegen fundamenteel onrecht. Wat je als eerste moet gaan doen, moet je gaan inventariseren. Wat is het fundamenteel onrecht dat gepleegd wordt in Suriname? En er zijn zoveel. Kijk, laten we stoppen. Men zegt, het is deze regering die dat doet. Maar bijna alle regeringen, wanneer ze huizen bouwen, wanneer ze bruggen bouwen, doen ze alsof het een tegemoetkoming is aan een volk. Er zijn eigenlijk de grondweg zet dat elke regering verplicht is om bruggen te bouwen. Elke regering verplicht is om huizen te bouwen. Elke regering verplicht is om randvoorwaarden te scheppen voor arbeid. Elke regering is verplicht om ervoor te zorgen dat die jeugd educatie kan hebben. Dus die dingen zijn geen dat je als partij dat doet zogenaamd. Nee, dat kan niet. Het zijn randvoorwaarden die de grondwet eist van politieke partijen die regeerverantwoordelijkheid of regeermacht moeten hebben. Dus we hebben gezegd aan die verschillende organisaties, kijk, wat voor ons belangrijk is, dat wij gaan voor een visie waarbij die visie nationaal is. Waarbij mensen rekening houden dat wij niet zo blij zijn dat mensen gaan voor etniciteit of gaan voor hun partijgenoten. Want je hoort uitspraken, ik moet aan de zijne denken en dat soort dingen. Wij moeten gaan voor Suriname. Welke politieke partij ook aan de macht komt, je moet gaan voor Suriname. Aan het einde, wanneer de strijd is gestreden, maakt niet uit wie de president is. Hij is de president van de Republiek Suriname, dus ook de president van A20. Dames en heren luisteraars, met Steven Rijmen praten wij in Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Hoe kijkt u naar onze democratie, onze rechtsstaat en de leer van de trias politica? En vooral met wat zich nu momenteel afspeelt in ons land. Kijkende naar vonnis die is uitgesproken door de rechter, voornamelijk tegen de heer D.C. Boutersen. Niet tegen de president Boutersen, maar tegen de persoon D.C. Boutersen. Waarbij hij 20 jaar celstraf heeft gekregen voor zijn medehandelingen in het gebeuren van 8 december 82. Hij heeft de mogelijkheid volgens de regeling om in verzet te gaan, om daarna vervolgens in hoger beroep te gaan. Ik heb begrepen vandaag, en dat is vanuit de krant van De Ware Tijd, die het heeft gepubliceerd op haar website, dat de advocaat heeft medegedeeld dat voor alsnog zijn klant, zijn cliënt, Boutersen, niet in verzet zal gaan. Hoe kijkt u tegen dit alles en hoe denkt u dat het zich gaat afspelen? Ik denk dat wat men vaak vergeet en wat we vaak horen dat de president toen gezegd heeft, dat hij eigenlijk degene is geweest die gezegd heeft, laat het onderzoek komen. Het is toen geworden een rechtszaak. De persoon Boutersen is veroordeeld tot 20 jaar. Als we goed geluisterd hebben naar de president, heeft hij gezegd in zijn eerste verklaring dat hij alle rechtsmiddelen zal gebruiken die de wet hem aanbiedt. Als we vandaag horen van zijn advocaat dat hij niet in verzet is. Ik denk dat als we kijken naar wat er allemaal gebeurd is, denk ik wel dat we het wel een van de meest democratische presidenten hebben gehad. En misschien als ik dit zeg, gaan mensen zeggen, maar Rijmen van je kan zo aan staan. Maar ik denk als je om je heen kijkt, mensen die aan de macht zijn, zouden niet toelaten dat hun eigen rechters hun zouden veroordelen. Men zou alles doen om dat te voorkomen.
Ik heb het niet zien gebeuren. We hebben juist gezien dat nadat de president democratisch gekozen is, voordien kunnen we daarover niet praten, maar ik praat over de periode dat hij democratisch gekozen is, ondanks je vele harde politieke taal hoort van politici en DNA-leden, hebben we toch gezien dat men de rechtsgang heeft laten plaatsvinden. Maar, en dat is een grote overwinning. Maar ik wil u wel onderbreken en misschien herinneren, of u kunt mij corrigeren. Er is wel een poging gewaagd door artikel 148 in werking te brengen, door die procureur-generaal te ontslaan, welke totaal falikant mis is gelopen en men heeft toen die brief ingetrokken. Dus er is wel een poging gewaagd om in te grijpen in het systeem. Maar als we eerlijk moeten zijn naar elkaar toe, Farid. Als ik de president ben, ik zou alles doen wat ik kan doen met de rechtsmiddelen die daar zijn. Mm-hmm. En mijn interpretatie of de interpretatie die mijn advocaten me geven. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat dingen niet door zullen gaan. Dat is normaal. Maar gelukkig dat in Suriname genoeg mensen zijn opgestaan om te zeggen, luister, die interpretatie die jullie hebben of die jullie hadden, is ondemocratisch. Daarom hebben we de deskundigen die aan de bel hebben getrokken. En gelukkig dat die president toen opdracht heeft gegeven dat, oké, laat dat ding. Maar het is doorgegaan. Vandaag is er de rechtgang toch plaatsgevonden. Ondanks alles. En de president is veroordeeld tot 20 jaar. Hij heeft genoeg. Niet de president. Hè? Of de heer Bouterse. Want correctie. Mensen maken de fout door het instituut erin te brengen wat niet het geval is. Absoluut niet. Ja. Dus die correctie is helemaal. Ja, dus niet tegen u, maar algemeen. Ja. En de president heeft nu de mogelijkheden die de wet hem aanbiedt, zoals elke verdachte of elke persoon die veroordeelt. Hij moet er gebruik van maken. En als het toch iets anders wordt, dan zijn er momenten waarop je nu gaat gaan kijken, wat moet er nu gebeuren? Is het maatschappelijk geoorloofd om bepaalde dingen te doen? Mm-hmm. En dat zijn de dingen waarover we ons nu moeten gaan brainstormen en gaan nadenken. En ik hoor heel wat mensen, heel wat dingen schreeuwen. Maar dingen zijn niet zo makkelijk zoals men dat schreeuwt. Ja. De realiteit is heel anders. We hebben gezien dat na de uitspraak grote mogendheden, en dan geen kleine mogendheden, de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland met een gezamenlijke verklaring zijn uitgekomen, waarin zij kenbaar hebben gemaakt om het rechtsproces zijn gang te laten voortzetten, normaal. Ze hebben beroep gedaan om het rechtsproces niet te storen. Daarna is de regering met de verklaring uitgekomen en de regering is de mening toegedaan dat het inmenging is in binnenlandse aangelegenheden. 24 uur geleden is de ALBA-organisatie, welke een Latijns-Amerikaanse organisatie is van Zuid-Amerikaanse landen en Caribische landen. Overigens, ALBA is compleet mislukt, want alle leden van ALBA zijn weg. De grote leden van ALBA hebben ALBA nooit gesanctioneerd. Dat zijn Brazilië en Argentinië, hebben de verklaring nooit getekend. Dus in ALBA zijn over Cuba, Venezuela, Nicaragua en 6 kleine Caribische landen die sowieso geen supermacht kunnen zijn. En die hebben dan gezegd dat de Amerikanen en de mensen, de Amerikanen, de Spanjaarden, de Engelsen, de Nederlanders, niet moeten bemoeien met deze aangelegenheid. Maar tegelijkertijd komen zij wel uit met de verklaring ook. Hoe kijkt u er tegenaan? Wordt er nou wel bemoeid? Mag de wereld wel kijken of de rechtsgang op de juiste manier plaatsvindt of niet? Of mogen ze daarover ook geen oordeel gaan vellen? Kijk, als Suriname een verklaring geeft via buitenlandse zaken dat ze dat denken mag, dat is een mening. Maar persoonlijk denk ik dat deze zaak al zoveel jaren gaande is. De laatste 12 jaar wordt deze zaak gevolgd door verschillende mogendheden. En ik denk dat als de mogendheden altijd hun waarnemers hebben gestuurd, OAS noem maar op, heeft ook zijn waarnemers gezien. En Suriname altijd gecomplimenteerd werd over de manier hoe de zaken verlopen. En nu het oordeel is gevallen en men nu een statement maakt. Ik heb geen moeite ermee. Ik heb geen moeite ermee als mensen een statement maken. Ik denk dat waar we naar moeten gaan kijken is dat wij als Surinamers die hier zijn, wij hebben de realiteit. De president heeft zijn rechtsmogelijkheden. Als hij er gebruik van wil maken, ja of nee, dat is punt 2. Dat laten we voor hem, of voor de heer Bouterse of de president. Wat wij moeten kijken is wanneer dit allemaal achter de rug is. En er nu een beslissing moet genomen worden.
wat zijn de stappen die wij samen als Surinamers zullen nemen? Dat denk ik is het meest belangrijkste. En dan moeten we gaan kijken, is het wel noodzakelijk dat je die stap neemt? Want u hebt gezien, de rechters hebben hun uitspraak gedaan, maar ze hebben bijvoorbeeld geen gevangenneming geëist, omdat ik denk dat ze keken naar de situatie, die realiteit die daar is. En het is uniek, u hebt het gevolgd internationaal, dat men het uniek vindt, dat er geen gevangenneming is gevraagd. Dus ik denk dat ook de rechters weten in wat voor situaties, en ook elke politici en ook elke Surinamer weten dat het niet zo makkelijk is als hoe dat gezegd wordt. Dus wij moeten in deze tijd, en ik wil... Waarom zegt u dat het niet zo makkelijk is? Is de persoon een gevaarlijk persoon? Als we de nadruk zeggen, het is niet zo gemakkelijk, want als het een burger zou zijn, bij wijze van spreken, dan had hij waarschijnlijk een andere behandeling. En dat de rechter ook waarschijnlijk geen gevangenneming hebben gelast, is omdat de rechters 12 jaar geleden ook geen voorarrest hebben gelast. Omdat je kan mensen ook geen 12 jaar in de voorarrest houden. Dus je gaat ervan uit dat de rechters hebben gezegd, ja, wat maakt 2 weken uit om in verzet te gaan door je te laten rondhuppelen. Ja. Dus dat is ook een uitgangspunt. Maar waarom leggen we zo de nadruk? Het is niet zo gemakkelijk. Wel, als de uitvoerende macht de opdracht zou krijgen om het te doen, zal het instituut-president zichzelf laten opsluiten? Ik denk het niet. Of zelf laten gevangen nemen? Ik denk het niet. Ik denk dat we... Die politieke realiteit is daar. Daarmee moeten we wel rekening houden. Hoe dan ook hebben een heel groot aantal Surinamers gestemd op de politieke partij van de NDP, waar de heer Boudersen de leiding aan geeft. Je moet rekening houden daarmee. Suriname is verdeeld. Men gelooft het of men gelooft het niet. Wij weten dat het zo is. Ik denk dat wat Suriname nu te wachten staat is, rechtsgang heeft plaatsgevonden, er is een veroordeling. Laten we gaan kijken samen hoe alles in goede banen te leiden, zodat wij terug kunnen gaan naar de orde van de dag. En daarin zal sowieso de heer Boudersen een belangrijke persoon zijn die dat zou moeten helpen leiden. Begrijp je? Hij heeft een verantwoordelijkheid als president naar het land. Hij heeft beloofd dat hij zich zal onderwerpen te alle tijden aan de grondwet. Maar we weten ook dat er een andere realiteit daar is. Niemand wil 20 jaar brommen. Ook al heeft het recht plaatsgevonden en men heeft gezegd dat je de dingen gedaan hebt. De realiteit is anders dan wat wij ons voorstellen. Men gelooft het of men gelooft het niet, maar de heer Boudersen heeft toch een grote publieke aanhang. En we kunnen zeggen wat we willen, maar dat is de realiteit. En ik werk met de realiteit. Net zoals ik werk met de realiteit dat in Suriname er niet geen eigenlijke nationale visie is, maar dat het meer partijvisies zijn, waarbij mensen even komen en regeren. Zou het dan zo kunnen zijn dat omdat mensen grote aanhang hebben en bij eventueel vonnis je het vonnis maar overboord moet gooien omdat iemand de aanhang heeft? We hebben nooit gezegd dat het vonnis overboord moet gegooid moet worden. Laten we zeggen rekening houden. Maar op het moment dat je rekening houdt, dan begin je al te rommelen aan het vonnis. Nee, je rommelt niet aan het vonnis. Het vonnis zit daar. Ja. Maar ik denk dat we genoeg wijze mannen hebben. Die moeten doen wat ze moeten doen. Zodat de dingen plaats kunnen vinden. Die moeten plaatsvinden. En kijk, ik hoor van wat een van de grote Surinamers toen de tijd heeft gezegd, was in een programma. En dat het zo ver gekomen is, bepaalde dingen zo ver zijn gekomen, dat we een president vandaag... Een persoon hebben die president is en dat hij veroordeeld heeft, is niet alleen heden vandaag de schuldige van de mensen van vandaag. Het heeft allemaal te maken met de periode waarbij wij in de gelegenheid waren, het Surinaamse volk, de mensen die we gekozen hadden om wetten te maken, om ervoor te zorgen dat mensen met een vonnis nooit dat soort ambten kunnen dragen. Maar als je kijkt naar de leiders die we gehad hebben, want wij praten over de persoon Boudersen, maar er zijn ook andere personen die ook vonnissen hebben en die eigenlijk nooit in de DNA moeten zijn of nooit voorzitter van de DNA moesten zijn geweest. Maar wij hebben eigenlijk ergens compromis gesloten. Misschien vanwege de geest die toen aanwezig was. Het machtvraagstuk dat toen aanwezig was. Dus vandaag zitten we in een soortgelijke situatie. De leiders van toen, ga ik ervan uit dat zij vanuit hun geweten toen gehandeld hebben en gezegd laten de zaken gaan zoals ze nu zijn. Wij zijn nu in een andere dimensie gekomen. Er is een veroordeling. Ik denk dat wij, en ik zeker als geestelijke leider, zal adviseren dat wij als wijze mannen gaan kijken
hoe we dit ding in rustige banen kunnen. Suriname heeft niet nodig nu dat het in een andere baan zal gaan dan rustige banen om, een oplossing, om te komen tot een oplossing. Dames en heren luisteraars, u luistert en u kijkt nog steeds naar Rashid Pierkans Kalajorkal. We praten met de heer Steven Rijmen. Hij is de voorzitter van de politieke organisatie Alternatief 2020. Meneer Rijmen, in en rond de periode van de onafhankelijkheid hebt u ook gezegd, we hebben als natie gefaald. Absoluut. En u zegt ook, is het Surinaams volk daadwerkelijk onafhankelijk? Ja. Waarom hebt u die stelling geponeerd? Als natie hebben we gefaald omdat we in feite, wanneer je praat over onafhankelijkheid, wil je geen afhankelijke Surinamers hebben. Afhankelijk aan Surinamers aan politieke partijen. Afhankelijke Surinamers die studeren en koste wat koste in het gouvernement willen gaan werken. Ambtenaar willen worden. Dat betekent dat wij ons volk niet hebben kunnen scholen op een zodanige wijze dat ze onafhankelijk zijn. In bepaalde landen is het bijna schande om ambtenaar te zijn. Dus wij als volk hebben gefaald. Waarschijnlijk door het onderwijs dat wij gedaan hebben, door de leiders die we hebben. We moeten gaan kijken precies waar het falen geschied is. Vandaag aan de dag zie je niet dat zie je weinig leerkrachten, zie je weinig artsen die gezien worden als rolmodellen. De mensen die gezien worden als rolmodellen zijn corrupte politici, drugsdealers, noem maar op. Die worden gezien door onze jongelui als rolmodellen. Dat houdt dan in dat deze jongelui afhankelijk blijven van dit soort rolmodellen en voorbeeldfiguren die we hebben. Die niks anders willen hebben dan die macht behouden. En niet het volk scholen op een zodanige manier dat het volk onafhankelijk kan zijn. Dus ik heb die stelling ingenomen dat wij als Surinamers ons hand in eigen boezem moeten steken. Moeten gaan kijken waar hebben we gefaald. En wij moeten ervoor zorgen dat nu, anno 2020, zo meteen bij de verkiezingen, dat er weer consensus wordt bereikt. Is iets waarvoor ik pleit. Dat er vanaf begin consensus wordt bereikt. Dat er mensen met een vonnis niet op bepaalde posten zullen zijn. Niet eens op bepaalde lijsten zullen zijn. Er moet van een consensus bereikt worden. Zodat onze jeugd ander soort rolmodellen heeft dan de rolmodellen die we hier hebben. En dat betekent niet dat ik mensen veroordeel, maar de feiten liggen daar. Yeah. Dus we hebben gefaald als samenleving. En als politici het geweldig vinden om te zeggen dat wij gaan pakketten geven, wij gaan meer pakketten geven, dan hou je de mensen nog meer afhankelijk. Waarom zullen we niet gaan denken om mensen te maken tot productiedenkende mensen? Dat ze businessen, kleine ondernemingen gaan doen. Maar we moeten ze scholen. Dat betekent we moeten het hele onderwijssysteem gaan veranderen. En om daartoe te komen heb je de leiders nodig om het te doen. Ik heb altijd gezegd, alles staat en valt met de leiders. Als je die leiders ziet, kan je eigenlijk een indicatie hebben wat voor volk je zal hebben. Dames en luisteraars, met Steven Rijmen praten wij, voorzitter van Alternatief 2020. Jullie organisatie maakt zich enorm grote zorgen over ons milieu. Absoluut. Waarom leggen jullie zo'n nadruk erop? Een van de dingen die we gezegd hebben, meneer Farid, is dat Suriname op de eerste plaats moet zijn in elke onderhandeling. En eerder had ik gezegd dat wanneer we praten over Suriname, praten we niet alleen over de Surinamer, waar dan ook ter wereld. We praten niet alleen over de Surinaamse samenleving, dus de waarden en normen die men propageert als multinational, maar we praten ook over milieu. Dat betekent elke deal die je maakt, wat zullen de gevolgen zijn voor ons milieu? Dus wij maken ons wel zorgen. En ik was in een ander vraaggesprek waar men niet zo blij was toen ik zei dat ook al gaan we zaken doen met grote mogendheden als Amerika en Nederland, wij moeten staan als onafhankelijke Surinamers en deals maken die internationaal en aanvaardbaar zijn. En geen deals maken omdat we kosten wat kosten geld nodig hebben, dus we gaan het doen. Wanneer je kijkt bijvoorbeeld in de deals van goud en bauxiet, en wij hebben misschien dat soort deskundigen niet zoveel, maar als mensen werkelijk zouden gaan onderzoeken wat de milieuvervuiling is die achtergelaten is, denk ik dat we veel meer geld gaan verdienen dan wat we verdiend hebben met de inkomsten die we gekregen hebben. Maar die deskundigheid is er misschien,
Maar men zet het niet aan het werk. Onze leiders zijn niet leiders die gaan zeggen, laten we dat ding gaan onderzoeken. Laten we checken dat werkelijk nu wij bijvoorbeeld de deal met Amerika hebben opengebroken. Voordat we die deal hebben opengebroken. Laten we kijken als er gevolgen zijn gebreken voor het milieu. Ja, bent u tevreden met de afhandeling van de Suralco-overeenkomst? U wilt het openbreken van die Brokkoponde-overeenkomst, want Suralco is al exit. En nu moeten wij de boel afhandelen. Bent u tevreden met de afhandeling en de manier hoe het milieuvraagstuk in dit geheel is afgehandeld? Absoluut niet. Alleen het feit, en wanneer ik je dit soort dingen zeg, dan denken mensen, je zegt deze dingen gewoon zomaar. Maar alleen het feit dat de Amerikanen gevraagd hebben om niet verder te gaan. Maar je hebt wel andere landen die in de race zijn om diezelfde boksheet te komen ontwikkelen. Moest al een lampje gaan branden en zeggen, maar waarom willen deze mensen weggaan? Voordat ze weggaan, laten we eerst internationale milieudeskundigen komen en beginnen te onderzoeken. Als er geen rommels voor ons achtergelaten die we na 20, 30 jaar misschien kunnen ontdekken. Dus ik ben helemaal niet tevreden. Ik vind niet dat het akkoord moest opengebroken worden. En als men het toch wil openbreken, moest men genoeg geld er terugvinden. In feite hoef je geen deal te maken zoals het nu gemaakt is. Jij wil openbreken. Laat me een ander soort deal. Betaal me. Begin me te betalen al de winsten die je zou maken. Laat me mijn deskundige en internationale deskundige aan het werk zetten. En kijk, want je wil weggaan bijna zoveel jaren voordat het beëindigd is. Dus daar zie ik dat het nationalistisch gevoel en vaderlandse liefde is ontbroken door de Surinamers die deze deal hebben opengebroken. En dat is waar tegen we strijden. Dat is fundamenteel onrecht. Want elke Suriname, elke keiharde nationalist zou zeggen, maar zij de man is wangwe. Koluku zij de man wangwe. Want als zij weg willen gaan, maar andere landen in de race staan om toch bauxiet hier te komen ontginnen, dat klopt iets niet, toch? Ja. Met Steven Reijmen praten wij vandaag in Rajit Pierkanske Lajorkel. Hij is de voorzitter van Alternatief 2020. Meneer Reijmen, de landbouwsector neemt ook een belangrijke plaats bij jullie in. We praten al 10 jaren dat we landbouwland zijn. Op een paar hectare bananen en groenten en rijst kunnen we ons niet het predicaat van landbouwland opspelden. Maar vanwege het feit dat we enorm veel grond bezitten, gaan wij altijd vanuit dat we een landbouwland kunnen zijn. Kunnen we een landbouwland werkelijk worden? Absoluut, maar dan ga je die randvoorwaarden moeten creëren. Die randvoorwaarden is dat je moet gaan kijken naar je onderwijs. Ik doe vaak motivatiegesprekken en ik zeg tegen de kinderen, als je in de landbouw wil gaan, wil ik in je kamer komen, geef me toestemming. Als je landbouwdeskundige wil worden en ga je kijken als je werkelijk helemaal met die visie vervuld bent. En ik zeg ze, weet je waar naar ik ga kijken? Ga kijken als er een tijerbladboom in de hoek is geplant daar. Ik wil dingen zien. Als je architect wil worden, wil ik architectuur zien in je kamer. Wij Surinamers praten over de dingen. Maar we hebben niet eens een universiteit die eigenlijk gericht is puur op landbouw. We hebben misschien, heb ik begrepen, dat er iemand probeert nu iets te organiseren en wat les probeert te geven. Maar ik praat over puur een universiteit of een discipline die zich bezighoudt met landbouw. En dan worden mensen boos, maar je hebt een moederland. Je moederland als Nederland die niet gronden heeft als ons, maar dingen exporteert die te maken hebben met de landbouw. Je zou genoeg deskundigheid naar binnen kunnen brengen en je universiteit zodanig inrichten dat mensen in plaats dat ze rechter en advocaat en jurist en artsen willen worden, ook een discipline hebben waar ze kunnen gaan studeren. Faculteit der landbouwwetenschappen, whatever. En dat ze gaan studeren. Maar het heeft te maken met awareness. Wij kunnen niet alleen maar zeggen, we zijn de schuur van het Caribisch gebied, maar we scholen onze jeugd niet, we motiveren onze jeugd niet om in die richting te gaan studeren. Moeten ze niet beter zeggen, wij hopen de schuur te zijn, want we zijn die schuur nog niet. We zijn de schuur niet, omdat als je de schuur wil zijn en je in feite, kijk maar in die supermarkt, landbouwproducten in blikken importeert. Je importeert dingen uit andere landen die je zelf kan planten. Wie houdt wie voor de gek? Dames en heren, met Steven Reijmen praten wij vandaag in Rajit Pierkanske Lajorkel. Meneer Reijmen, nu even ter afronding. U gaat de verkiezingen in mei 2020. Verkiezingen die kosten geld.
Ja. Elke vlag, elke trui, elke vergadering, dat heeft een kostenplaatje, die brengt een kostenplaatje met zich mee. We gaan er gevoeglijk van uit dat leden en mensen rond de organisatie dat ophoesten. Maar wat zijn uw kansen om minimaal één zetel te bereiken? Tenzij u hogere verwachtingen hebt, dan corrigeert u mij. De kansen zijn groot dat we zetels kunnen bereiken. Zoals ik u al eerder zei, is dat wij niet geloven dat je moet stemmen op personen, maar je moet stemmen op ideologie. En je moet ook gaan kijken, uiteraard, wie draagt die ideologie uit? Dan kom je een beetje toch wel naar de persoon, naar de leider. En we hebben gezien dat in de verkiezingen, de afgelopen verkiezingen van Suriname, dat de mensen toch stemmen op een persoon. Als Suriname toch terug wil gaan naar een land dat normen en waarden hoog in het vaandel heeft, dan denk ik dat Suriname ook moet gaan kijken nu naar ander soort leider. Ander soort leiderschap, mensen die bewezen hebben dat ze onbaatzuchtig zijn en dat ze dienstbaar leiderschap kunnen propageren en kunnen demonstreren, want de trekker zit daar. Dus wij denken wel dat er genoeg mensen zijn die eigenlijk moe is van partijpolitiek, moe is van etnische politiek, moe is van vriendjespolitiek. Wij hebben vanaf dag 1 gezegd, we zijn niet erop ingegaan, misschien kan ik het aanhalen, dat wij gaan voor een technisch kabinet. Wat houdt een technisch kabinet in? Een technisch kabinet is dat je de right person zet on the right place. Dan maakt het niet zoveel uit als de persoon niet van A20 is, als de persoon apolitiek is, maar als hij deskundig genoeg is en voldoet aan de criteria, het profiel dat wij zoeken van een leider voor Suriname, een minister voor Suriname, dan maakt het niet zoveel uit om die persoon daar te zetten. Dus ik denk dat Suriname kijkt naar ander soort leiderschap. Leiderschap dat gaat voor een nationale visie. We hebben, elk jaar zeggen we in de assemblee dat we een MOP hebben, maar wanneer je kijkt naar die begroting en je kijkt naar die MOP, dan lopen ze niet parallel. Dus ik ben voorstander van dat er een nationale visie komt, waarbij partijen samen, ook al zijn ze in verschillende, hebben ze verschillende dingen, ideologieën, maar dat er een moment moet komen dat wij zeggen, wij gaan voor Suriname, wij doen een technisch kabinet gedurende 3 jaren en wij zorgen ervoor dat wij wetten maken dat welke regering ook komt, dat verplicht is om wat al gaande was voor te zetten, de goede dingen. Mm-hmm. En wat niet goed is, kunnen wij verbeteren. Maar we moeten ophouden van, zodra er een andere regering komt, dan komen we met mooie woorden van gewijzigde beleidsinzicht. Dat is anationaal. Maakt niet uit wie je bent, VAP, NDP, ABBA, wie je ook bent. Als de vorige regering goede dingen heeft gedaan, als je nationalist bent, dan moet je alleen gaan kijken, hoe kan ik verbeterpunten brengen. Maar je kan niet mensen beginnen te reshuffelen en dat soort toestanden. En goede dingen, omdat jij politiek niet ermee zal scoren, stoppen, waardoor je het land in achteruitgang weer brengt. Meneer Steven Rijmen, gezien het feit dat er een wet is aangenomen in onze Nationale Assemblee een paar maanden geleden, waarbij er geen combinaties vooraf meer geformeerd mogen worden, kunnen we er gevoeglijk uitgaan dat A20 alleen de verkiezingen uitgaat? Of kijkt A20 toch nog naar mogelijkheden om ergens down the road binnen de wet met andere partijen door te gaan? Want het kiessysteem van ons, u kent dat, dat pakt 8000 stemmen voor de eerste zetel in Paramaribo. Dat is bijna pakweg 6.500 tot 7000 stemmen voor de eerste zetel in Wanica. U moet er 685 plus kandidaten landelijk hebben. Wilt u alleen gaan in de verkiezingen? Hoe gaat u daarmee omgaan? Want dat zijn veel stemmen, veel mensen, groot grondgebied. Ja, het is simpel. Ik heb gezegd aan Suriname, en ik zeg het weer aan Suriname. Als Suriname op dezelfde pad door wil gaan, dit soort leiders wil hebben, moet Suriname gewoon kiezen voor die leiders die ze, waarmee ze verder willen gaan. Maar als Suriname iets anders wil hebben, want Travasde, een ander soort politiek, moet Suriname dan voor A20 stemmen. A20, zolang de wet dat verbiedt, is dan verplicht om alleen in de verkiezingen te gaan. Dus wij gaan alleen de verkiezingen. Tot nu toe ziet het er naar uit dat we alleen de verkiezingen gaan. Wij geloven dat er genoeg Surinamers daar zijn die iets anders willen, die een ander soort politiek willen hebben, die een ander soort samenleving willen hebben, die een ander soort overheid willen hebben. Dus daarom zeg ik, A20, wij hebben een boodschap, een ander soort boodschap. Eén van een dienstbare politiek,
2 van een dienstbare overheid, 3 van een dienstbare samenleving en 4 van een dienstbare leider die onbaatzuchtig voor alle Suriname, van wie, welke etniciteit u ook bent, welke geloofsovertuiging ook bent, om die Surinamers te dienen, waar dan ook ter wereld, en ervoor te zorgen dat de Surinamen naar een hogere niveau gaan en dat waarbij Surinamers van afhankelijkheid gaan naar onafhankelijkheid. Dus A20 is niet bang om alleen de verkiezing te gaan. Wij geloven dat er meer dan 8000 mensen daar zijn die iets anders willen. Meneer Steven Rijmen, mag ik u bedanken voor uw komst naar Rashid Pierkans Kala Djorkal. Ik hoop u een andere keer weer te mogen uitnodigen, als u tenminste ook weer beschikbaar bent, als er nieuwe aangelegenheden zijn die we wensen te bespreken met u. Ik wil u ook bedanken. En zo hebt u kunnen kijken en luisteren naar een gesprek die ik daarnet heb gehad met de heer Steven Rijmen. Hij is voorzitter van de politieke organisatie Alternatief 2020, afgekort A20. Ze gaan de verkiezingen in mei 2020. Blijft u luisteren en blijft u kijken. Ik ben straks weer terug met meer Kel Ajor Kel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kel Ajor Kel. Het leven bestaat uit 3 dagen. Gisteren, vandaag en morgen. Gisteren is voorbij. Of morgen zal aanbreken, dat zijn we niet zeker. Daarom gaan we proberen u en ik samen een mooie uitzending vandaag te maken. In Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen. De mensen die ziek zijn, van harte beterschap aan u allemaal toegewenst. En uiteraard moeten we alle mensen vandaag feliciteren die jarig zijn en of mensen die reden genoeg hebben om een feestje te vieren, want u hoeft niet per se jarig te zijn. Voor vandaag wil ik feliciteren de mensen die nu momenteel ergens hun feestje vieren. Sandhya Manisings is woonachtig in Nederland. Uitkijkende naar het tijdsverschil met Nederland, dan is haar jaardag al hoogwaarschijnlijk al voorbij. Manav Kanhai willen we ook feliciteren, de notaris, hij is vandaag ook jarig. Onze felicitaties. En de bekende sportpresentator Desni Romeo is vandaag ook jarig. Een heel leuke avond aan jullie allemaal toegewenst. En ook aan alle andere mensen die vandaag jarig zijn. De mensen die hun jaardag mogen gaan voorbereiden voor donderdag 5 december, dat is Steve Cotino. Nou, ik weet niet waar Steve is momenteel, of is hij in Miami of is hij in Suriname, dat is voor mij alsnog onbekend. Maar Steve mag zijn jaardag voor donderdag 5 december, dat is Sinterklaasdag, kinderdag, mag je gaan voorbereiden. Ook Krishnadat Bajnat mag zijn jaardag gaan voorbereiden en Jan van Charante mag voor donderdag 5 december ook zijn jaardag voorbereiden. De volgende mensen gaan dat doen voor vrijdag 6 december. Ramjan Abdurrahman, woonachtig in Nederland. En Zila Lunsdim, die doen dat voor vrijdag 6 december. Dit is Rashid Pierkans Kala Ajor Kal. We gaan voor u direct ook de telefoonlijnen opengooien. En ik verwelkom uw maatschappelijke mening op 532037. Ik herhaal het nummer voor u, 532037. Oké. Okay. De internationale olieprijzen. Een olie noteert $61.09 voor een vat olie. Experts hebben al gezegd dat de olieprijzen de komende 10 jaar niet substantieel zal gaan stijgen. Dat zeggen de experts. De OPEC-lidlanden die komen de komende week bij elkaar en die komen in Wenen bij elkaar. En het ligt in de lijn der verwachting dat die OPEC-lidlanden gezamenlijk gaan besluiten om die kraan dicht te draaien. Er is te veel olie op de internationale markt en de Amerikanen blijven volop schalieolie pompen uit de grond. Dus er is geen schaarste aan olie, er is een enorme overschot aan olie en door die overschot krijgen we een goede prijs. Uiteraard voor mensen die gebruik maken van olie. Maar een lage olieprijs, dat is niet goed voor de regeringen die die olie leveren. Want zij hebben meer aan een hogere prijs, zodat ze ook hun lokale begrotingen kunnen gaan dekken. Dus we kijken uit wat de gasten in Wenen zullen gaan doen komende week. De goudprijs noteert in elk geval $1,475.63 voor een troy ounce. Een goede prijs voor goud. Hele poos heel laag, hele poos rond de 1100-1200. Begint nu wel langzaam maar zeker te gaan stijgen. De goudprijs had eens een recordhoogte van bijna $1,800 voor een troy ounce. Ging lekker de diep in. Goud is een angstproduct. Goud is een product wanneer mensen bang zijn.
geen risico wil meer nemen in papiergeld. Ze zien devaluatie, inflatie, hyperinflatie. Ze hebben er geen vertrouwen meer in. Daar rennen mensen, zoals altijd sinds de mensheid bestaat, naar goud. De koersen voor u, de Centrale Bank van Suriname, als u dat kunt vinden, want hoogwaarschijnlijk kan alleen meneer Van Tricht dat vinden, want hij noteert iets dat niet te krijgen is, maar hij noteert het wel. De Centrale Bank noteert 8 SRD en 10 cent voor Amerikaanse dollar en ze verkopen het voor 8,20 als je het kan vinden. Maar als je het niet kan vinden, dan is het wel ergens op straat te krijgen. Voor 8,40 voor de aankoop, voor 8,50 voor de verkoop. En de euro noteert 8,85 om 8,92. Correct. Ik moet het heel correct zeggen. Maar dit zijn onofficiële koersen, dus het is niet zeker dat je overal hetzelfde vindt. Hangt ervan af waar je kanalen zijn en bij wie je aanklopt op dit moment. Dit is Kala, Jorkelo doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Het is de woensdagavond. Heel nog leuk dat u uw tijd neemt om te luisteren, om te kijken, want dat hoef je overigens ook niet te doen. Het is 70 jaar geleden dat de NAVO een overeenkomst sloot om bij elkaar te komen. De NAVO, dat is een bondgenootschap van militairen, eenheden van voornamelijk de Europese Unie, Canada en Amerika. Canada en Amerika, die behoren dan ook wel tot de twee niet-Europese Unielanden die lid zijn van de NAVO. En deze overeenkomst werd in 1949 gesloten en dat gebeurde vlak na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat. By the way, die 70 jaar NAVO-viering gebeurt in Londen. Ik heb ook begrepen dat Donald Trump intussen vroegtijdig vertrokken is van Londen. Donald Trump heeft een probleem met de Europese leiders. En zijn probleem met de Europese leiders ten aanzien van de NAVO is dat Amerika het grootste deel van die budget van NAVO dekt. En Trump is dus aan de macht is gekomen, en dan kan je die man bijna geen ongelijk geven. Hij zegt, ik kan me niet mijn hele leven lang jullie blijven beschermen. Want Amerika is na de Tweede Wereldoorlog, na de overwinning van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, hebben die Amerikanen nooit meer Europa losgelaten. En de Europeanen zijn altijd angstig geweest voor de Russen. Dus de Amerikanen zijn als een soort grote Big Brother gebleven al die jaren voor de Europese Unie. En dit op basis van angst van de Europese Unie tegenover het land Rusland. Maar Trump zegt, kijk jongens, het is leuk. Het is 70 jaar geleden. Ik wil wel jullie blijven helpen. Maar jullie moeten uiteindelijk ook een dubbeltje meer gaan betalen op die begroting van de NAVO. Gemiddeld moeten de Europese lidlanden 2% van hun BBP betalen. En dat halen maar enkele landen. Dat halen onder andere Engeland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije halen dat. De rest van de Europese lidlanden die halen hun 2% niet. En daarvan moet Trump niets van hebben. En ongelijk kan je die gast niet geven. U bent in de uitzending. Goeiedag. Goedenavond, meneer Vierkan. Goedenavond, kijkers, luisteraars. Ja, goeiedag. Ik ben het met eens heel kort hoor. Misschien zou je me misschien kunnen helpen. Ik vraag me al een paar dagen af wat de toegevoegde waarde is dat meneer Wijdoen naar China moest gaan. Meneer Ramsay, dacht ik ook. En andere delegatieleden. Wat de toegevoegde waarde eigenlijk was. Dat zijn meegingen. Dankjewel. Ja, oké. Kijk, wanneer de president, het instituut van de president, kan morgen ook een andere president zijn, en hij wordt uitgenodigd voor een staatsbezoek aan een land, in dit geval was het China, dan is het zo dat het een poos duurt voordat men eerst tot een datum kan komen. Kijk, die Chinese premier, in dit geval China, heeft een enorme druk agenda. Je praat over China, je praat niet over Timbuktu. En je praat nog minder over Georgetown. Dus men moet eerst gaan kijken, wanneer is die Chinese premier beschikbaar? Want het is een land met 1,3 miljard mensen, dat is wereld tweede grootste economie. Dus wanneer dat geprikt is, dan komen ze tot hun agendavorming. En hun agendavorming is, hey jongens, waarover gaan we praten? Waarover gaan we leuke dingen tegen elkaar zeggen? Zodat we allemaal een happy ending hebben. Zodat we allemaal een gelukkige einde hebben wanneer we klaar zijn met praten.
En wanneer zo'n delegatie vanuit de Surinaamse zijde wordt samengesteld, dan is het aan het kabinet van de president gelegen, let wel, kabinet van de president en niet de minister van Handel en Industrie of de minister van Justitie en Politie, nee. Het kabinet van de president bepaalt dan wie zij nodig acht in een bepaalde delegatie om mee te nemen die volgens hun een toegevoegde waarde heeft. Dus als je mij nou vraagt wat de toegevoegde waarde is geweest van meneer Ramsahai, dat is een parlementariër die bijna nooit praat, uit Komowijnen. En dan heb je de populaire overloper, daarvan gaan ze nog een monument van maken in Nigeria ook waarschijnlijk, dat is meneer Waidu. Wat hun toegevoegde waarde daar is geweest, ja kijk, dat weet ik even niet. Maar als je een hele kist hebt gehuurd, op belastingskosten, twee kisten overigens, twee kisten, dat is het traject Paramaribo, Nairobi en Nairobi naar China, daar gaan twee kisten, dat kost enorm veel geld. Ja, dan gaan we maar even vullen met nog een aantal mensen, want het is toch een hele kist. Maar als we werkelijk iets zinnigs daar gaan doen, dat weet ik vaak genoeg niet. En kan ik niet zeggen, maar de president en zijn kabinet zal beter hebben geweten waarom ze die twee gasten hebben meegenomen. Vaak doen ze dat ook in de politiek, dat men geen toegevoegde waarde heeft, maar men wil ze het gevoel geven, ik trek je naar me toe en ik maak je ook belangrijk, niet wetende dat je niet belangrijk bent, maar ik geef je het gevoel dat je belangrijk bent. En zo bind je mensen om jezelf heen. En dat kan ook waarschijnlijk ook een optie zijn geweest. Dit is Rashid Pierkans Kalajor. Laten we nog een beetje aardig blijven bij NAVO. De Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden. Altijd leuk om de verhalen te lezen over de Tweede Wereldoorlog. De gruwelijke verhalen ook overigens, waarbij bijna 6 miljoen Joden zijn vermoord geworden door de nazi's toen. U kent allemaal het verhaal dat de geallieerde troepen in de bekende D-Day invasie hebben gedaan in Normandië. En zo begon de stap naar de overwinning. Uiteindelijk bij de scheuring, bij die overwinning, kwamen die Russen ook van één kant binnen. En die Russen hebben toen een deel van Duitsland bezet, dat toen uiteindelijk eindigde in een scheuring van het land Duitsland, waar toen je kreeg West-Duitsland en Oost-Duitsland. Je kreeg een enorme ontwikkeling in West-Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog, die reboot, en Oost-Duitsland bleef onder het communistisch bestel van de Russisch in enorme armoede. Uiteindelijk kregen we na een hele poos, kregen we de val van de Berlijnse muur in 1989 en de twee Duitse gronddelen werden herenigd in één grote Duitsland. Als tegenpool van de NAVO had je toen de Warschau-pact. En de Warschau-pact, dat waren toen de lidlanden, de meer socialistische, communistische lidlanden toen na de Tweede Wereldoorlog, die gelieerd waren aan de Russische kant. En die landen formeerden toen de Warschau-pact. Maar die heeft toen geen stand gehouden. In 1991 viel de Warschau-pact uit elkaar. We kregen ook in Europa een hele democratische omwenteling, waarbij vele, bijna allemaal, van die socialistische staten / communistische staten, gelieerd aan de Russen, zijn bijna allemaal democratisch geworden. Zijn allemaal ook geleidelijk een groot deel lid geworden van de Europese Unie. Landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije. Zijn allemaal landen die voorheen sterk leunden aan de Russische zijde. Die zitten nu in de Europese Unie. De NAVO op zichzelf heeft wel bewezen deze militaire eenheden van die lidlanden hebben wel bewezen dat ze tot nu toe machtigste militaire blok zijn die zo lang stand heeft gehouden bij elkaar. 70 jaar militair blok geformeerd onder de noemer van de NAVO. U bent in de uitzending. Hi. Goedenavond, heer Pierkan. Goedendag. Ik wilde u wat vragen. Misschien dat u het antwoord kent. Ik heb me zitten afvragen, de afgelopen twee weken heeft men over allerlei dingen gesproken ten aanzien van de veroordeling van de heer Boutersen. Maar niemand heeft ooit iets gezegd over zijn aanhouding in Brazilië. Ik zou graag willen weten wat zich toen exact had afgespeeld. Wat had afgespeeld. Huh? Want ik kan me nog herinneren, dat
de heer Aaron toen een verklaring heeft afgelegd. En daarna zou er contact zijn geweest, met de heer Van Mierlo. En met mevrouw Zorgdrager. En uiteindelijk is hij in vrijheid gesteld. Maar ieder zweekt erover. Beide partijen. Misschien dat u wat licht in deze zaak zou kunnen brengen, als het lukt. Oké. Dank u wel. Ik kan niet veel licht meer eroverheen laten schijnen dan watgene wat u al hebt verteld. En het was wel bekend dat zich een voorval had aangedaan. Het was ook wel bekend dat Van Mierlo van D66 toen ook erbij is gehaald. Wat zich precies heeft afgespeeld, daarvoor moet u mij ontslaan. Dat is mij vooralsnog niet bekend. Oké. Dit is Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. We gaan nu even luisteren naar een gesprek die ik heb gehad eerder. Het is opgenomen, by the way, met de heer Chambinda. Chambinda heeft een uitgesproken mening en komt publiekelijk naar voren met zijn naam en zijn mening, wat vele mensen weliswaar graag willen, maar niet durven te doen. En ik heb vandaag even met hem gepraat naar aanleiding van het feit dat hij zich enorm heeft gestoord dat de minister van Sociale Zaken, de heer André Misikaba, voorheen was hij parlementariër, bijna 8 jaar lang voor de NDP in de Nationale Assemblée, het verschil niet kent tussen persona non grata en vogelvrij verklaard. Chambinda heeft toen een toespraak gehouden met een groep van bewegingen en organisaties, hoe verder na de gewraakte overeenkomsten die toen der tijd zijn getekend in Suralco-verband. En in verband hiermee heeft hij daar een uitspraak gedaan en heeft letterlijk gezegd persona non grata. Derhalve heeft de heer Misikaba het anders vertaald op een meeting als ze zijn vogelvrij verklaard. Laten we nou eens even gaan kijken naar wat meneer Binda precies heeft gezegd en dan hoort u mij daarna met hem. Voornamelijk moet u erop letten op de laatste 60 seconden van de beelden die u zo meteen zult zien, waar hij uitdrukkelijk en nadrukkelijk die uitspraak doet van persona non grata en geen vogelvrij verklaard. Gaat u mee? Ja, we zouden eerst de beelden wijzen. Ik neem maar dat Zager me begrijpt. Oké, daar gaan we. Goedenavond, ik wil het zitten doen met uw toestemming. Als ik kijk naar de ontwikkeling in de afgelopen tijden, dan is het duidelijk dat we op dit moment te kampen hebben met een politiek probleem. En wanneer je een politiek probleem hebt, dan vereist het een politiek antwoord. En ik heb 1 ding geleerd van mijn vroege beroep. Een oorlog win je alleen door kameraadschap en vertrouwen. En als we als eenheid kunnen optrekken, en ik denk dat is de bedoeling ook van alle acties, als wij als eenheid kunnen optrekken en elkaar kunnen vertrouwen, dat is het belangrijkste, dan zal je resultaat halen. Maar als we steeds met andere agendas rondlopen, dan zal je het resultaat niet halen. En dat kent die politieke arena erg goed. Ze weten precies wie met andere agendas rondlopen. En men weet ook wie voor een prijsje gaat. En men weet ook wie serieus genomen moet worden. Ik zal u zeggen, we zijn eigenlijk, wat zich heeft gemanifesteerd, we zijn verraden door volksvertegenwoordigers, met name van de coalitie. Volksvertegenwoordigers moeten 1 ding altijd in hun gedachten hebben. Ik kom op voor het volk, ongeacht welke partij je afkomstig bent. Je moet die neutraliteit kunnen betrachten. En ook als jouw partij een scheve schaats rijdt, dan moet jij kunnen corrigeren. Het moet niet zo zijn dat je al leidt door alle soort adviesjes die je krijgt in de koffiekamer.
Met alle respect voor alle assembleeleden. Maar ze hebben gefaald. Velen hebben gefaald. En daarom zitten we vandaag bij elkaar. Men heeft gevochten. Men heeft proberen te overtuigen. Maar men heeft die overtuiging waarschijnlijk niet geaccepteerd. Of waarschijnlijk niet eens begrepen wat er gaande is. Men heeft niet begrepen dat men op dit moment armoede, verdriet en haat zaait in die samenleving. En dat kan nooit een goede ontwikkeling zijn voor ons geliefd land. Wij als ACMOS, wij weten al wat de effecten zijn van de overschrijding van zo'n leningenplafond. Ik zal u zeggen, want men is gewoon vaak het bedrijfsleven de vinger aan te wijzen, van ze overdreven pleizen, ze maken misbruik van de situatie. Maar ik begin vooruit te lopen dat de prijsontwikkelingen niet mals zullen zijn. Ik daag die president ook uit. Die heeft verklaard dat hij voor 25 november die koers omlaag haalt. Ik vind het eigenlijk een naïeve opmerking. Omdat hij ook begreep dat een koers komt door vraag en aanbod. En als iets schaars is, zal het altijd duurder zijn. Dus ik daag hem uit dat hij landelijk die koers omlaag krijgt. Of op één niveau krijgt. En niet bij een enkele cambio. Dus u moet rekening houden, de prijsontwikkeling gaat niet mals zijn. Daarnaast zal er ook een groot tekort zijn aan basisbehoeftegeproducten. Ik zal u zeggen, er zal een tijdje schaarste aan aardappel, daarna uien, dan nu meel. Ik ga nog verder zelf om u aan te geven dat uit het bedrijfsleven, vooral de importerende ondernemers, dat er een schaarste is aan deviezen. De mensen zitten met tonnen SRD's op de bank en die bank kan ze geen deviezen leveren. Daarnaast moet u begrijpen, ze kunnen geen deviezen buiten komen, anders accepteert die bank het weer niet. Vandaar dat er een groot probleem zich op dit moment voltrekt. U moet ook begrijpen dat we in een isolement zullen terechtkomen als land. Een isolement waarbij we eigenlijk het contact met die buitenwereld langzamerhand afgesneden raakt. We moeten ook kijken, de internationale ratings, de negatieve ratings, waar we hard op weg zijn op dit moment, zullen zorgen dat alle investeerders weg zullen blijven. Daarnaast, wat ik nog wil aangeven, de massale trek uit ons land van kader, wat heel desastreus zal zijn. Daarom roept de ACMOS op, afsluitend, het bedrijfsleven om alle onderhandelingen met deze regering stop te zetten. We roepen ook op om zich terug te trekken uit de tripartite organisaties, zoals Staatsraad en SER, bedrijfsleven, vakbeweging. En als laatst zeggen wij dat alle 26 coalitieleden door ons en de toppers uit deze desastreuze regering als personas non grata worden beschouwd door ons. En we vragen ook het volk om deze mensen af te straffen daarmee. Dank u wel. Aldus hoorde u Jean Binda tijdens een toespraak van de maatschappelijke groeperingen. En het ging voornamelijk om het laatste gedeelte waarbij hij heeft gezegd persona non grata, wat niets anders betekent dan ongewenst. De heer Mizikama heeft het anders geïnterpreteerd en op grond daarvan heb ik toch even gepraat met meneer Binda en hoe hij ermee omgaat dat Mizikama de term niet gebruikt en een andere interpretatie aan heeft gegeven. Gaat u mee. Dames en heren luisteraars, wij praten vandaag met de heer Jean Binda. Hij is voorzitter van de ACMOS. En de heer Binda heeft zich gestoord aan opmerkingen van de minister van Sociale Zaken, voormalige parlementariër voor de NDP, André Mizikama, die op een vergadering van de NDP te Wageningen heeft gezegd, al zou de heer Binda, voorzitter van de ACMOS, de NDP-coalitieleden vogelvrij hebben verklaard. Gezien die opmerking van meneer Mizikama hebben wij meneer Binda nu aan de lijn en wij vragen hem zijn mening hierover. Kijk, het geeft alleen maar aan, het bevestigt mij gedachten van vele andere burgers in het land. Dat men het niet nauw neemt met opmerkingen naar personen toe. Vooral niet als je op een politiek podium staat van jouw partij, dat je individuen gaat bespreken.
Maar dat geeft alleen de kwaliteit en de karakter aan van mensen die in zo'n partij zitten. Men gebruikt en misbruikt anderen hun namen voor hun eigen politiek gewin. Het is een verregaande beschuldiging die hij heeft geuit. Maar dat laat ik voor zijn rekening. Maar is het wel waar dat u ze vogelvrij hebt verklaard? Nou, ik denk, er is beeld, er is hard materiaal, waarin ik aangeef dat als actiemodel, u weet, we hebben een petitie ingediend, dus tegen die schuldenplafond. En als actiemodel hebben wij als organisatie gezegd van meneer, wij beschouwen deze mensen die voor de petitie, althans voor de voor het leningenplafond hebben gezegd dat het omhoog getrokken moest worden. Wij hebben aangegeven van als organisatie van meneer, wij zijn het pertinent tegen. En de mensen die verantwoordelijkheid, ondanks de petitie die we hebben ingediend, niet kunnen nemen, begrijp je, verklaren wij als persona non grata. En persona non grata, de betekenis is, als ongewenste personen in de gemeenschap. Begrijp je, dat is onze mening. Dus meneer deze mensen zijn eigenlijk onverantwoordelijk bezig met de toekomst van dit land. En dat is onze mening geweest. Ja, hebt u het gevoel dat hij een andere interpretatie heeft willen geven dan datgene wat jij hebt gezegd? Want er is wel een verschil tussen vogelvrij en persona non grata. Nou, ik ben goed ontwikkeld om te weten wat vogelvrij is. Maar je ziet dat deze mensen de zaken uit hun context proberen te halen. Omdat men waarschijnlijk niet kan tegen de kritiek die ik lever als individu op deze regering. En men zoekt je om ergens te bekladden. Men is bezig je integriteit te beschadigen. En ik vind het jammer dat het op zo'n niveau gaat. Dit is below the belt. Begrijpt u? Als meneer Mizikaba mans genoeg was, dan zou ik zeggen, waarom heeft hij me niet uitgenodigd in een programma? Althans, in een neutraal programma. En dan hadden we het uitgevochten met onze mondja. Dan zou je het verschil zien in niveau van denken. Maar dit soort broekjes, laat me zo uitdrukken, die vandaag of morgen posities kregen. Meneer Mizikaba moet zich niet vergelijken met mij. Ik heb hard gewerkt in mijn leven. Alles wat ik heb opgebouwd komt uit eigen kracht. Hij is via de politiek omhoog gekomen. Niks anders. Wat heeft hij voor die samenleving gedaan tot nu toe? Waarom zitten we in deze misère? Dus ik zeg altijd van, eigenlijk wil ik geen woorden vuil maken aan dit soort figuren. Laat me dit duidelijk zeggen. Maar omdat mijn naam genoemd is, ben ik in een positie gemanoeuvreerd dat ik mijzelf moet verschonen. Want ik kan ook evengoed een kort geding aan zijn broek vastgemaakt hebben. En zeggen van meneer, laat hij publiekelijk zich verontschuldigen. Want dit is een verregaande uitspraak. En dan noemt hij ook nog in de speech van de OM, het Openbaar Ministerie, hoe kunnen ze tolereren. Nog niet waar hij naartoe wil gaan. Begrijp je? Want hij komt met bewoordingen die nimmer geuit zijn. Dus ik vind het een heel kwalijke zaak. Het is verregaand. Gelooft u mij. Als ik dit soort gedragingen zie, dan is het voor mij een signaal dat men in grote problemen zit. Men is in de war. Men weet niet meer tegen wie men moet protesteren of iets moet zeggen. Want die hele samenleving heeft een commentaar. Gaat u alle radioprogramma's af. Met uitzondering van één regeringsstation. Begrijp je? Dan zult u het commentaar horen van een ander. U hoorde de voorzitter van de ACMOS, de heer Sjaan Binda. In Rashid Bierkans, Kal Ajorkal. Oké, dan hebt u dat ook zelf kunnen volgen, waarbij hij aan heeft gegeven dat de Mizikaba het verschil waarschijnlijk niet gekend heeft. En op een vergadering van de NDP in Wageningen een andere interpretatie eraan heeft gegeven. De Mizikaba vroeg zich derhalve ook nog af toen van waarom de PG meneer Binda niet ophaalt en nog verder die zaak onderzoekt. Ja, maar duidelijk is, wat ga je ophalen als je een verkeerde invalshoek hebt gegeven aan een uitspraak, wat niet zo gezegd is geworden. Dit is Kal Ajorkal, ik ben straks weer terug, we gaan even eruit. Dames en luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kal Ajorkal, mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. Een volk dat zijn onrechtvaardige, wrede bestuurders gehoorzaamt, zal zich niet voor verval kunnen behoeden. Ik herhaal. Een volk dat zijn onrechtvaardige, wrede bestuurders gehoorzaamt,
zal zich niet voor een voorval kunnen behoeden. Vandaag zijn drie mensen vrijgesproken in een rechtszaak dat een hele poos heeft geduurd. Het ging om een fraude, corruptiezaak, dan wel de EBS-fraudezaak. Er waren drie meenverdachten in deze, te weten Willy Duiker, Vasseur en ook nog Van Kanten. Het blijkt dat vandaag al deze drie verdachten zijn vrijgesproken door de rechter. Ze werden beschuldigd dat ze alle drie op de een of andere manier $22 miljoen Amerikaanse dollars hadden gefraudeerd of hadden weggemoffeld op de een of andere manier. De rechter achtte het niet bewezen dat zij dat hebben gedaan. Overigens, toen het Openbaar Ministerie een strafeis deed, vond ik het toen ook al belachelijk en ik maakte toen ook al de opmerking. Liever had het Openbaar Ministerie maar liever gezegd: ik bespaar de belastingsgelden van de bevolking en ik trek die zaak in. Want het Openbaar Ministerie had 2 jaar voorwaardelijk geëist en een boete van 50.000. 2 jaar voorwaardelijk betekent je mag huppelen thuis. In een ander geval hadden ze weer 12 maanden voorwaardelijk gesteld. Dus het Openbaar Ministerie heeft hoogwaarschijnlijk haar eigen huiswerk niet goed gedaan, waardoor de rechter niks anders kon dan de mensen in deze vrij te spreken. Het gaat om $22 miljoen Amerikaanse dollars. De fraudezaak van de EBS, de verdachten vandaag alle drie vrijgesproken. U bent in de uitzending, goeiedag. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ik wil even reageren op dat bericht dat daarnet door u is behandeld van meneer Shambinda. Tot en met, we zijn verraders door de 26 volksvertegenwoordigers, wil ik zeggen dat het kopieconform in de uitzending is gebracht zoals meneer Binda dat heeft gezegd. Wat ik wel kwalijk neem in de berichtgeving is dat meneer Binda gezegd heeft dat ze hebben gefaald en daarom zitten we vandaag hier. De ondernemer riep op om in deze de oorlog te verklaren aan alle parlementariërs van de coalitie. En dan komt het, hij zegt het ook, door zijn persona non grata te verklaren. Maar het is de ware tijd. En dat vind ik heel erg, dat het niet op die manier is gebracht. Het is niet meneer Misikabada die heeft verklaard dat de mensen vogelvrij zijn verklaard. Het is de ware tijd, uit de bron van de ware tijd. Dus ik wil u vragen om het te corrigeren. Dank u wel. Nou, sorry, ik ga het niet corrigeren. Dan bent u aan het verkeerd adres. Meneer André Misikaba moet zich vergewissen van de correcte uitspraken. En de correcte uitspraken, die heb ik voor u gedraaid. Die hebt u zelf gehoord. En als iemand iets schrijft en jij crost het niet dubbelcheck, dan ga jij ook in die loophole. Dus ik zie mij niet voor een correctie aanzitten. U hebt het beeldmateriaal gehoord. Het was Nederlands, het was geen Frans. En als een krant toevallig die uitspraak anders heeft uitgedrukt en de politicus in deze een verkeerde uitspraak heeft gehanteerd, dan moet de politicus zich beter gaan verwittigen. Dat is zijn werk. Regie Pierkans, Kul Ajor Kul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. De onderwijzer Raju Sukhu, die zaterdagochtend als slachtoffer betrokken was bij een woningbrand aan de Wallabastraat Oost, heeft dinsdag in de vooravond het leven gelaten in het ziekenhuis. Op die bewuste ochtend sliep hij met zijn partner in huis toen de woning vlam vatte. Het betreft een hoogwoningbouw, welke beneden in steen en boven in hout is opgetrokken met een oppervlakte van 15 bij 8 meters. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis en hij is jammer genoeg dinsdag gisteren bezweken als gevolg van de opgelopen brandwondingen. Wij condoleren hierbij de nabestaanden. De advocaat van Daisy Bouterse in het 8 december strafproces heeft aan de ware tijd vandaag medegedeeld welke de ware tijd gepubliceerd heeft op haar Facebookpage en haar websitepage. Dat volgens de heer Erwin Kanhai, de advocaat van Daisy Bouterse,
de heer Boutersen vooralsnog niet in verzet gaat tegen het verstekvonnis. Dat heeft de advocaat vandaag gezegd. Derhalve heeft de veroordeelde nog 10 dagen de tijd, dus hij kan van gedachten veranderen de komende 10 dagen nog, om alsnog in verzet te gaan. Vooralsnog is de melding dat de heer Boutersen geen verzet zal aantekenen, maar weliswaar heeft hij juridisch technisch nog ruimte om van gedachten te veranderen. De vraagstelling hierbij is, mocht hij dat niet doen, tussen nu en de komende 10 dagen, wat zijn de volgende processen? Het rechtsproces gaat nog even zijn strekking gehad, het vonnis ligt daar. Mocht hij dat niet doen, dan zal de PG, de procureur-generaal, die vonnis moeten gaan uitvoeren omdat de procureur-generaal belast is met de executie van vonnissen. Derhalve heeft het instituut van de president, niet de persoon president, het instituut van de president, nog politieke mogelijkheden. Als hij de rechtswegen niet wenst te behandelen, heeft hij politieke mogelijkheden om hoogwaarschijnlijk mogelijk te kijken naar wetgevingsproducten die hem kan vrijwaren. U bent in de uitzending, goeiedag. Meneer Pirkhan. Ja, goeiedag. Goedenavond. Sinds verleden bij Belly Mano lukt me. Ik ben erom mooi in. En tide baga. Maar ik heb iets anders te praten. Aher san sar misika ba ebari ha. Taki semua feti-feti surdati. Loko mipche wakastrati tu. Amano forget wansani. If wansani psanga mipche. Namak skrifen pote. Okay. Ano ang bedreiging? Asansa de maedo? Alul tumsi. Sorry, okay, takin takin. Nee, ma dat no kan tok. Ino katakasan dat ina uitsendet mi tok. Isabi. Cijfer. Maar asane e verfeer mi to tok. Ja, maar je moet toch je woorden uitkiezen. Ik begrijp je, maar je moet je woorden wel uitkiezen. Zeker. Dan neem ik het terug, no? Ja, je moet het terug niet, maar ja. Oké, ja. Alsjeblieft. Ik slik het weer terug. Okay. Maar, Asane Gwasoyara. Oké. Is goed, dankjewel. Zo, dan hebben we het gehoord. Kijk, mensen die een hele periode hebben meegaan, zijn bijna 2 generaties, hè. Niet 1 generatie, 2 generaties. We hebben continu in de afgelopen 30 jaar ups en downs gehad. We hebben nooit een stabiele economie gehad. Op het moment dat die economie even naar boven gaat, wordt hij weer afgebroken. Dan mag je opnieuw beginnen. Wanneer je een onderwijssysteem hebt, dan beginnen we even, dan wordt hij afgebroken. Dan mag je opnieuw beginnen. Dus we hebben nooit consistentie gehad. En we dan ook krijgen de afgelopen jaren van politieke mensen, dat ze uitdagende woorden uiten. Woorden tot aan de grens van bijna kan je zeggen dat lijkt op gangster handelen. Met andere woorden, meer doe samen doe, je want doe iemand staan, ik doe iemand staan niet. Ze zijn niet meer zo zorgvuldig met hun woordkeus, waardoor burgers snel andere opvattingen hebben over wat ze nou eigenlijk hebben bedoeld. En ze zetten bewust die woorden om uiteindelijk een situatie te creëren van ik ben geweldig. Uiteraard zijn er mensen die ze dan geweldig gaan vinden. Want wie hoopt, je hebt mensen die van gangsterisme achterhouden. Maar dan heb je ook wel andere mensen die zeggen van, hé, je kon hetzelfde hebben gezegd. Maar je kan het in betere woordkeuzes hebben gezegd. En dat hebben we de afgelopen periode over en weer, en ik zou niet zeggen van 1 partij, van verschillende partijen, uitdagende woorden tot aan de grens van intimiderende woorden. En dat is incorrect, maar dat zijn die slagen die we hebben gehad in de morele waarden en normen binnen die burgerij in 30 jaar. Dit zijn die slagen die we hebben gehad van incorrect handelen, incorrecte opvoedingen en het angstsyndroom dat is ingeslagen bij de burgerij. U bent in de uitzending, goeiedag.
Goedendag meneer Pierkan, goedendag kijkers en luisteraars. Meneer Pierkan, dat noemt men confrontatiepolitiek, meneer Pierkan. Confrontatiepolitiek, dat is men nu bezig op handen te brengen, meneer Pierkan. Maar ik wil het over iets anders hebben, meneer Pierkan. Hoe serieus moeten we die waarschuwing die we hebben gehad van de Europese Unie? In welk licht moeten we het zo brengen, meneer Pierkan? U bent minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hoe kunnen we deze waarschuwingen, of in welk context kunnen we deze waarschuwingen plaatsen? Dat men zich aan recht en wet moet houden en dat men de rechtsgang van de 8 december proces niet moet bemoeilijken. Hoe serieus moeten we zoiets nemen, meneer Pierkan? Wanneer we landen zoals Amerika een waarschuwing krijgen, dat we zo'n beetje de rechtspraak moeten accepteren, meneer Pierkan. Want als we in acht nemen, meneer Pierkan, onze meelproductie, onze voedseltoestand hangt zo'n beetje af van de Europese Unie. Onze meelproductie komt van Amerika. Als we zo'n waarschuwing zo'n beetje terzijde mochten kunnen slaan, meneer Pierkan, wat zouden de gevolgen kunnen zijn, meneer Pierkan, gezien Cuba, Nicaragua en Venezuela, meneer Pierkan? Zou je zo'n beetje een licht kunnen schijnen wat die gevolgen kunnen zijn? Wanneer we niet luisteren, meneer Pierkan. Oké. Kijk, die diplomatie is niet zwart-wit, hè. Maar je moet altijd tussen de regels kunnen lezen. Men gaat nooit tegen je zeggen, ik hou niet van je. Dat gaan ze in de diplomatie nooit zeggen. Maar je moet lezen tussen de regels, datgene wat ze schrijven en wat ze deponeren voor je. En als je kijkt naar die landen, je moet kijken eerst naar die landen. En die landen zijn met een gezamenlijke verklaring gekomen en niet apart. Dus dat betekent 1. De landen hebben op landenniveau eerst met elkaar gesondeerd. Oké? Want het is geen straatniveau. In de Mikibari, oké? Dus die landen hebben eerst gesondeerd. Voor ze hebben gezegd, hier staan we gelijk en we komen met zo'n statement. Amerika, dat is de big brother in deze regio. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Amerika, die let voornamelijk op drugs, milieu en democratische processen. Dat is Amerika. Als je kijkt naar Engeland, die ook mede heeft getekend, dan zou je zeggen, maar wat voor belang hebben wij bij Engeland? Wij hebben geen direct belang bij Engeland. We doen ook al bijna weinig zaken met het land Engeland. Maar je moet wel weten dat al die Caribische landen, allemaal voormalige koloniën zijn geweest van Engeland. Dus in dat verband moet u dat bekijken. Als je kijkt naar Spanje, die heeft mede getekend, dan zeg je, maar wat moeten wij nou met Spanje? Oké, zoveel doen we ook niet met Spanje, met uitzondering dat Repsol hier een keer olieboring is komen doen. Repsol is een Spaanse oliemaatschappij die destijds hier was, maar verder doen we bitter weinig. Maar als je kijkt naar Zuid-Amerika, zijn al die landen in Zuid-Amerika, met uitzondering van Brazilië, zijn ze voormalige koloniën van Spanje geweest. Dus Spanje domineert het Spaans, Zuid-Amerikaans, Latijns-Amerikaans gedeelte domineert Spanje. En dan, als we nog verder kijken naar Nederland, oké, als ex-kolonieland, dan kan je hoogwaarschijnlijk verwachten, die gaan altijd een klein beetje meehuppelen. Maar als je kijkt ook naar Duitsland, dan zeg je van, wat moet Duitsland nou ermee komen doen? Die Duitsers, dat is de grootste economie in Europa. Als de Duitser, als Angela Merkel morgens griep heeft, dat is heel Europa ziek. Ze moeten toch wensen dat zij niet ziek wordt, bij wijze van spreken. Je praat over Duitsland, de grootste economie in de Europese Unie. En dan kijk je naar Frankrijk, die ook mede heeft getekend. Frankrijk, dat ligt naast ons, dat is Frans-Guyana. Dus het zijn geen landen waarvan je kan zeggen van, we moeten er geen acht op nemen. Nee. Het zijn allemaal belangrijke landen die eerst met elkaar hebben gesondeerd. Maar hij gaat straks door erop, gaan we deze beller eens de gelegenheid geven. Bent u er nog? Ja, ik ben er. Zegt u het maar. Goedenavond. Onze president in de persoon van Boutersen is veroordeeld. Waardoor, en hij is niet gevangen genomen. Schept dat geen precedent voor andere mensen die ook zoiets hebben gedaan? Oké, dankjewel. Ik heb het in de vorige Kalajor-kanaal uitgelegd.
En mogelijk hebt u dat gemist, maar ik zal het even in een nutshell weer voor u behandelen. Dat het niet zeker is, maar ik zeg altijd mogelijk, omdat dit een strafproces is van 12 jaar lang. 12 jaar lang. Normaliter in een strafproces waarbij verdachten zijn die beschuldigd worden van moord, zou je direct hun in voorarrest moeten nemen en opsluiten. In die 12 jaar, doordat het een soort langdurig proces is geweest, heeft men toen ook geen voorarrest gelast, omdat je mensen geen 12 jaar in voorarrest kan houden. Dus uitgaande, dat denk ik, wat niet zo hoeft te zijn, dat de rechter dan ook heeft besloten, het vonnis ligt daar, het rechtsproces geeft nog ruimte aan dan de veroordeelde in deze om in verzet casico beroep te gaan. En daarvoor zijn er 14 dagen uitgetrokken. Dus de rechter zal gevoelsmatig zijn uit te gaan. Als ik jou 12 jaar heb laten rondhuppelen, of jullie 12 jaar heb laten rondhuppelen, dan kan ik best nog wel 2 weken wachten. Dus dat is een gedachtegang. Wat niet de gedachtegang van de rechters is, maar zo denk ik dat het mogelijk gebeurd is. Prima. Laten we teruggaan op het gedeelte van de verklaring. Die verklaring is toen uitgekomen simpel op basis wat men heeft gezegd. Hey jongens en meisjes, wij houden jullie rechtsprocessen en jullie rechtspraak in de gaten. Al deze landen die hebben getekend zijn democratische rechtsstaten met sterke instituten. Je praat niet over Timbuktu. Je praat niet over een land dat niemand weet waar het is. Je praat over toonaangevende landen, sterke landen. Sterke munten, sterke economie, sterke militaire machten, daar praat je over. Dus daar moet je wel wakker van worden. Daar moet je wel wakker van worden. Wat er kan gaan gebeuren, is dat ze het gaan volgen. De Surinaamse regering heeft dan ook correct, hoewel ik zeg, jij als burger kan zeggen het is incorrect. Als soevereine staat ga je direct zeggen, hey, jij moet niet zeuren. Dat is een normale reactie. Maar hoeveel kracht die reactie van Suriname heeft, dat is 0,0. Dat weten we ook. Maar in de diplomatie, dan moet je die brief terugdroppen. Jij drop, ik drop. Simpel als dat. Maar het is geen gelijkspel. Ja, grapje, Mickey. Je plengt Amerika, Engeland, Frankrijk en UDD. Het is geen gelijkspel. Het is geen gelijkspel. Daar komen andere landen in verweer. De meer socialistische landen in de regio, waarvan we weten dat president Boutersen een liefde voor heeft. En dat zijn landen als Venezuela, Nicaragua en Cuba. En 6 kleine Caribische eilanden die je op de kaart zelf niet kan vinden. Dus die tel je dan even niet mee. Maar deze 3 landen die hebben destijds ALBA geformeerd. ALBA moest een handelsblok gaan voorstellen. Dat falikant van dag 1 is mislukt. Dag 1 is ALBA mislukt. Omdat de grootste machtsblokken in Zuid-Amerika toen zijn weggelopen en niet hebben getekend. Dat zijn Argentinië. In Brazilië, want dat zijn die 2 grote jongens in Zuid-Amerika en de les huppelt eromheen. Dus ALBA was van dag 1 mislukt. Net als UNASUR, dat een copy-paste moest zijn van de Europese Unie voor het Zuid-Amerikaans continent, is dus ook mislukt. UNASUR is helemaal uit elkaar gevallen. Dus deze ALBA die met een verklaring komt, hoe zwaar kan je het nemen? Ja, in de diplomatieke termen nemen de landen als Engeland en Amerika en Frankrijk en Spanje nemen het even wel serieus, omdat je praat over 3 landen die niet de beste vrienden zijn van de landen die toen met de verklaring zijn uitgekomen. Want Venezuela, dat verhaal ken je, daar is het, ik hoef je dat niet te vertellen. Nicaragua, daar zit Daniel Ortega, die de afgelopen maanden honderden mensen die vanwege protesten op straat zijn gekomen heeft afgeslacht. Zelf zijn ze kerken binnen gaan vallen, dus dat verhaal kent u ook. En Cuba, dat is toch een never ending story. Die kent u al zeker zo'n. Cuba is 50 jaar verhaal van Cuba. Dus het zijn ook landen waarvan de economieën niets voorstellen. Hun economics zijn broke. Het zijn geen militaire machthebbers. Het zijn geen militaire machthebbers ten opzichte van die landen. Dus in feite zeg ik, mijn president heeft altijd een gave, wat ik jammer vind, om de verkeerde vrienden te kiezen. Altijd een gave om de verkeerde vrienden te kiezen. Je moet vrienden kiezen die technologie in de hand hebben. Je moet vrienden kiezen die economische machthebbers zijn. Je moet vrienden kiezen die militaire machthebbers zijn. Je moet vrienden kiezen waarvan je zegt, ik kan wat van gaan leren. Maar je gaat niet van paria-staten iets leren. Is onmogelijk. Je gaat het land gewoon verder de afgrond in helpen. We hebben het gezien in de jaren 80. Het is gebeurd. En de geschiedenis herhaalt zich weer.
in een nieuw tijdspan met een nieuw onderwerp. Maar het verhaal is de lijn van vroeger. Dus wat kan er gebeuren? Alba stelt niks voor, dus daar hoef je echt niet van te gaan schrikken. Oké, stelt echt niks voor. Maar die verklaring moeten ze wel doodserieus nemen. En ze weten het ook. Ze weten het ook. Wat kan er gaan gebeuren? In een worst case scenario. Best case scenario huppelen we allemaal verder. Geen probleem. Poten ze lossen het probleem op. En we huppelen verder. In een worst case scenario kan je altijd krijgen dat landen, ons land, kan gaan isoleren. Ons banking system is bijna zo goed als geïsoleerd. U kent het verhaal van onze banken. U kent het verhaal van onze valutahandel. U kent het verhaal dat bijna alles niets klopt. Niets klopt. Dus voor het weinige dat nog werkt en klopt, als men jou gaat isoleren, dan kan je die stekker eruit halen. Ik heb het al meegemaakt. Mensen binnen de 55 plus die in de container hebben bewogen, die weten het. Dan kan je die stekker eruit halen. De vraagstelling nu, na zoveel jaren, want de jaren 80, dat is geen 2020 nu, of 2019. Nee. De wereld is veranderd. De wereld kijkt anders nu naar handelingen die je pleegt. Ten opzichte van de 80's. Want de 80's staat dus nog in de natrek van de Koude Wereldoorlog, etcetera. Maar de wereld kijkt nu wel een klein beetje anders. Heel anders in principe, kan je zelf zeggen. De vraagstelling is ook, als de mensen rond meneer Bouterse, / president Bouterse, dan wel die businessgroep, want er zijn businessmannen rond meneer Bouterse, ga hem niet adviseren. Ik ben er bijna zeker van. Ze gaan hem niet adviseren om tegen de Europese Unie en Amerika in te gaan. Want dan gaat die stekker van hun ook eruit. Laat me u zeggen, die stekker gaat eruit in de zin van jij die hoogwaarschijnlijk niet op dat niveau zaken doet. Je bankrekeningen gaan doorgelicht worden. Je belastingstukken, je vrouw, je kinderen, je dubbele nationaliteit, je enkel nationaliteit. Al die mannen die hier minister spelen, die Surinamers zijn en hun vrouw en kinderen. Je wordt gestript. Je wordt gestript. Dat is druk. Dat is internationale druk die er wordt uitgeoefend. Het kan ook voorkomen, maar ze gaan het nooit zeggen. Hè? Houd dat ook wel vast. Ze gaan het nooit zeggen. Dingen gebeuren onzichtbaar en niet zichtbaar. Het kan ook zo zijn dat als je wil spelen en je wil huppelen, je mag huppelen, dus je huppel, dat een heleboel mensen rond de kringen geen visum meer zullen krijgen om deze bevriende naties van het volk en mogelijk niet al te bevriend met het instituut van de president, geen visum meer zullen krijgen. Ze gaan niet naar Mickey Mouse meer kunnen. Hey Mickey. Nee. Dus dit soort dingen gebeuren. Dit soort dingen gebeuren. Dus het besluit nu is bij DC Bouterse. Niet wat wij als land gaan doen, is wat gaat hij doen. Want die bal is bij hem, die bal is niet bij mij, die bal is ook niet bij jou. Die bal is ook niet bij 499.000 mensen. Nee. Die bal is bij hem. Waarom zouden mensen zich moeten committeren aan iets waarvan zij geen medeverantwoordelijkheid voor hebben gedragen? Het kan wel zijn dat mensen zeggen, ik huppel mee met de persoon van Bouterse en niet met de geschiedenis van Bouterse. Want dat kan, want elke politieke leider heeft een bepaalde aanhang, een core aanhang. Wat je noemt een hardcore. Allemaal hebben het. In de tijd van Jopie Pengel, in de tijd van Aaron, in de tijd van Lachman, als ze kwamen van Sandré, want daar had je vroeger geen internet, gingen ook 20 bussen ze halen. Dus dat ding dat Bouterse heeft gedaan om bussen te laten komen, is geen nieuwigheid. Vraag het aan die mensen van de 60 en de jaren 70, dat als die mensen van de NPS en toen VHP, dat was Lachman, naar Nederland gingen en als ze van Nederland kwamen, heel Sandré was vol met bussen. Oeh, het is zomaar weer Baria Monidoro. Dus dit ding is geen nieuwe film. Dus ze hebben het gemobiliseerd. En natuurlijk als de leider eruit komt, dan gaat de leider zeggen, oh,
ik had dit niet verwacht. Ik had zoveel mensen niet verwacht, dat moesten jullie niet doen. Maar ja, de pool was toch gemobiliseerd, dat spel is toch bekend. Kom. Maar het is niet nieuw. En dat de mensen hem zijn gaan halen. Iedere leider heeft een hardcore. Ook hij. En hij zal ook mensen hebben die misschien niet kijken naar de geschiedenis. Geen binding hebben met de geschiedenis. Maar wel een binding hebben met de persoon en die zijn daar rond gaan huppelen wat ook kan en wat ook mag. En gaat u uw vader of uw moeder vragen, als je heel jong bent, hey pa, toen Lachman en Pengel daar kwamen op Zandrijf, gingen die mensen ook met bussen? Ze gingen ook met bussen. Ook met bussen. Dus het verhaal is niet nieuw. Maar we moeten nou wel gaan kijken wat de komende dagen gaat gebeuren, want dat wordt zeer interessant. Want dit is geen 82. Dit is 2019. Daisy Bouterse is geen 38 jaar. Daisy Bouterse is 73 jaar. Daisy Bouterse heeft vrouw. Hij heeft kinderen. En hij heeft kleinkinderen. Een heleboel kleinkinderen. En hij heeft ook een heleboel vrienden. Oude vrienden. En heeft ook intussen een heleboel nieuwe vrienden. Het verhaal is niet hetzelfde. Als die film gedraaid wordt. Van het oud verhaal, dat weet ik niet, maar dit is 2019. Elke negatieve gevolg gaat gevolgen hebben voor het land alleen, voor de burgers, maar ook voor de familie. Want er zijn nu kinderen en er zijn nu kleinkinderen. Oké, weet je, is een beetje anders. Vrienden, vriendinnen, Isabi. Dus het spel moet anders en netter gespeeld worden. De invloed van Cuba, Venezuela en Nicaragua, dat zie ik hier nog niet zitten. Hoewel veel Venezuelanen en Cubanen binnenkomen op basis van het verdrag dat ze zonder visum het land mogen binnenkomen. En dat verhaal kent u wel zelf. In hoeverre er gebruik gaan maken van andere middelen van dit soort landen. Want geldmiddelen die hebben deze landen niet, die zijn broke. These countries are broke, dus geld hebben ze niet. Wat ze wel voor je hebben is hoogwaarschijnlijk. Paramilitaire tot militaire tot politionele ondersteuning. Dat zouden ze eventueel kunnen geven, maar ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Oké, dat gaat ook niet overnight. Want dezelfde fouten die men heeft gemaakt in de jaren 80, ik denk niet dat ze diezelfde fouten gaan maken in 2019/2020, want die film gaat zich herhalen, maar je weet ook hoe het eindigt. Want we weten dat ook. Maar met goed verstand moet meneer Bouterse het rechtsproces aflopen. Hij moet kijken naar zijn rechtsingangen. Hij heeft al gezegd hij wil geen verzet aantekenen. Prima, dat betekent over 10 dagen moet bijna Pandé hem gaan halen. Oké, maar het kan ook zijn dat vanuit het politiek vlak er gekeken wordt naar mogelijkheden om wetsartikelen, wetsinterpretaties, nieuwe inzichten te geven, zodat het vonnis dat er nu ligt, niet uitgevoerd kan worden. Maar we zijn benieuwd en we nemen een rustige, geduldige afwachting en kijken ernaar. Maar men zegt ook wel, vonnis ligt daar, het is wat het is. Ik groet u. Ram Ram, namaskar, goede havies, salam alaikum. Dit was Farid Pierkan, voor Rashid Pierkans, Kalajorkal, dag.